Aflevering 3. We zijn nog steeds bij Ariska in de studio. En we hebben al 2 afleveringen gehad waarbij we naar 2 liedjes hebben kunnen luisteren. De prachtige nummers van jou. Dus mocht je die nog niet hebben gezien, zoek ze even op, want het is zeker de moeite waard. En nu gaan we luisteren naar Achter op het Plein. Mm-hmm. Je hebt een prachtige gitaar in de handen. Ja, ja. Die heeft mijn man gemaakt. Die bouwt gitaar. Dat doet hij ook gewoon. Dat doet hij, ja. Het is echt een ongelooflijk wat een talent er in dit huis allemaal is. Hè? Dat is, hij bouwt gewoon even een gitaar. Ja, geweldig. Ja. Laat eens horen, hoe klinkt hij? Achter op het plein. Ja, dat klopt. Ja, dat is prachtig. Hey, kun je verder iets vertellen over dit liedje? Waarom heb je dit geschreven? Het begon eigenlijk met dit gitaarloopje wat ik net speelde. Dat heb ik ooit bedacht nadat we een film hadden gekeken, even de gitaartje vasthouden en toen hadden we dit loopje. En hebben we dat meteen opgenomen op de telefoon, even een kort fragmentje. En de dag daarna ging ik daarmee verder en dan ga ik erover nadenken van goh, welk gevoel past hierbij. Toen ontstond er eigenlijk een verhaal over dat het thuis niet altijd even lekker loopt. Dat is iets wat ik op het werk ook wel zie gebeuren. Wat doe je voor werk? Ik ben muziektherapeut. En dan zie je ook wel eens dat, dat thuissituaties soms heel complex zijn. Waar kinderen echt wel in vast kunnen zitten. Het is heel ingewikkeld om die cirkel te doorbreken. Wat houdt het in? Dan komen mensen dus met bepaalde problemen psychisch, of hoe moet ik dat voorstellen? Of, ja, dat klopt wat je zegt. Ja? Ik werk dan in een revalidatiecentrum, dus problemen kunnen zijn op het gebied van gedrag, ja? Of ook op het gebied van verwerking, acceptatie. Ja. En dan muziek gebruik je als tool om mensen te helpen om er het een plekje te geven? Muziek is dan het middel, dat klopt. Ja, ja. Nou, prachtig. Ja. Op het werk kwam je er dus ook achter dat dit... Dat klopt, maar ook letterlijk hier in de speeltuin kwam ik een keer, was ik met mijn kinderen naar het speeltuintje. En zag ik een jongetje die heel onaardig deed eigenlijk tegen kinderen om zich heen. En even later stopte daar een auto, zoals in het liedje ook omschreven wordt. Met een man die uitstapt en het kind helemaal uitvoetert en daarna de deur dichttrekt en wegrijdt. En dat heb ik ook letterlijk in het lied verwoord. Ja. Dat heb ik ook echt gezien in het speeltuin hier vlakbij. Ja, ja. Ja, het is een prachtig lied. Ik heb stiekem al geluisterd. En we gaan er nu allemaal naar luisteren. Nog steeds de prachtige opnames bij de Fellowship of Acoustics. En kijk mee naar Achter op het Plein. Daarachter op het plein speelt een jongen met zijn fiets. Koekjes van de buurvrouw, want thuis daar krijgt hij niets. Hij schreeuwt wat naar de jongens, naar de kinderen uit de buurt. Boos, brutaal en schelden, want dat heeft hij zo geleerd. Heeft hij zo als een vader zijn. Zijn moeder ligt te slapen, heeft dan weer
weer te veel gebruikt. Elke dag voelt hij de pijn. Ik weet niet hoe het ook kan zijn. Ik weet niet hoe het Ariska bij de Fellowship of Acoustics. Ariska, bedankt voor weer een mooi inkijkje, niet alleen in de muziek, maar ook hoe komt een lied tot stand. Volgende week zijn we er weer en dan gaan we luisteren naar het prachtige lied Zondagochtend. Dus tot volgende week. Ariska, jij ook. Tot volgende week. Geen idee wat de dag ons brengt, geen dingen.